Als ze uit 16 wedstrijden 14 punten holt, dan verwacht ze niet dat ze onderaan staat. Toch is dat het geval voor Zwamen. Ze staan onderaan in de derde klasse B. En dan zit er ook nog een gat tussen de nummer 12 Zwamen en de nummer 11 Lindeheuvel, 4 punten. En laat nu let dat Lindeheuvel op bezoek komen afgelopen zondag op het sportpark in Zwamen. Een 6 punten wedstrijd, zo kunt ze het wel nemen. Want wie wint, kan Zwamen weer aansluiting krijgen met de ploegen boven de streep. En daarna zit het heel dun bijeen. De Zwamen is nog niet gedegradeerd. Maar die 3 punten zijn vandaag wel heel hel nodig dan. Lindeheuvel heeft afgetrapt, Zwamen natuurlijk in de vertroede, witte shirts en de zwarte boksen. Weer een fijne zomerse dag om eens lekker putje te voetballen. En dan staat dus vuil op het spel, zoals we weten. Maar natuurlijk niet alleen Zwamen heeft de punten heel nodig. Ook Lindeheuvel heeft de meeste ploegen natuurlijk boven zich in die competitie. Lindeheuvel in de aanval. Opletten achterin. En daar is de bal uiteindelijk een prooi voor keeper Juri Schumann van Zwamen. Dan Zwamen in de aanval. Zoeken naar de opening. Wordt al gevonden, daar staat Tom van Brienen. Van Brienen krijgt de bal toen in de spits. Nog een keer afleggen, daar komt het shot. En dan wordt het shot geblokt. En in tweede instantie is de aanval voorbij. Daar kwam Glenn Huibrechts nummer bij. Dus die Cabolet heeft ingegooid. Dit is Siem van der Linde. Scheidsrechter heeft een overtreding geconstateerd. En dus een vrije trap voor Zwamen op een gevaarlijke plek. Goed voor de kopbal. En komt er nog eens met de voet tegen? Nee, dan is de bal voor de keeper van Lindeheuvel. Een aantal spelers heel dun bij de openingstreffer. Wonger Koen Verkooijen van Zwamen. Maar het blijft bij 0-0. Aan de andere kant Lindeheuvel in de aanval. Bal over de flanken gespeeld. En dat is toch veel ruimte op dit moment. Goeie 1-2. Nog een keer afleggen. En uiteindelijk is de bal dan weer in de hand van keeper Schumann. Boetespel bovendien geconstateerd. En is die aanval ook weer voorbij. De lange bal is van Glenn Huibrechts. En het shotje komt niet helemaal uit de verf. Shot was van Toby Ouderdorp. En zo golft de wedstrijd op en neer. Af en toe gaat Kenskes. Hier bijvoorbeeld een grote kans nu weer. En dat was de redding. Goed opletten door keeper Juri Schumann. Zwamen in de aanval. Op de rechterkant van het veld is dit Ruud Timmermans. Timmermans met de actie. Trekt naar binnen. Oeh, speelt de bal dan iets te wiet voor ze goed. Trok de aanval iets te lang door. Dit is Roy Westheim. Combinatie gezocht naar de zijkant. Dan mogen we wel een keer naar voorzet komen nu. Voorzet komt helemaal achterin. Daar staat Tom van Brienen nog en dan komt de bal terug. Maar dan is ook de keeper van Lindeheuvel door Snelby. Dit is een overtreding, lijkt me duidelijk. Op Toby Ouderdorp en dan komt een gele kaart aan voor de speler van Lindeheuvel en het zou niet de enige gele kaart zijn in deze wedstrijd. Vrije trap voor Zwamen. Dit is Toby Ouderdorp die de bal zelf gaat nemen. En opnieuw een overtreding, dit keer op Tom van Brienen. En daar komt weer een gele kaart aan. Ze werden royaal uitgedeeld door deze scheidsrechter. En de vrije trap van Brienen levert vervolgens niet veel op. Uitbraak dan van Lindeheuvel over de rechterkant. Moet de voorzet komen natuurlijk. Voorzet is goed, kan achterin. En het shot dat wordt geblokt door Roel Ruiten van Zwamen. Wel nog een corner natuurlijk, maar dat is beter dan een goal tegen. Bal is aan de zijkant, corner snel genomen. Bal draait veel langs. Leek even gevaarlijk te worden door. Uitbraak van Zwamen dan. Dit is Tom van Brienen. Daar is de perfecte voorzet en daar is de kopbal en het doelpunt van Zwamen.
Het is Siem van der Linde die zijn kop er tegen zit. En een niet te missen kans na een perfecte voorzet op maat van Tom van Brienen. De keeper van Lindeheuvel is volstrekt kansloos en zwamen dus op voorsprong. En hoe de wedstrijd fijn op en neer golfde en dus kansen aan beide kanten waren, is het zwamen die als eerste het net weten te vinden. En zo staat het 1-0. Boetespel. En dus gaat deze kans voor de gasten niet door. En zo blijft het dus bij 1-0 in de eerste helft. Dan gaan we kijken naar beelden uit de tweede helft. Hoe een zwamen op weg is naar de drie punten. De 1-0 voorsprong moeten ze proberen uit te bouwen. Want 1-0 is natuurlijk te weinig om hem over de streep te trekken. Aanval van Lindeheuvel. Die moeten natuurlijk gaan komen nu. Ze willen voorkomen dat zwamen Dunderbeekum op die competitie. De voorzet is goed. Wordt weggewerkt. Dit is geen overtreding. Dat lijkt me duidelijk. En dan is die kans verkeken voor de gasten. Opnieuw Lindeheuvel in de aanval. Het doorzetten. Lindeheuvel is feller. Mooi metgegeven. Dat is het kans. Maar dan wordt er geblacht. De spits van Lindeheuvel stinkboetenspel zet de grensrechter. Maar Lindeheuvel blijft nu komen. En dit lijkt me ook boetenspel. Ja, de omhaal was nog wel knap. Maar dat telde al niet meer. De hoed braakt dan een keer Ruud Timmermans. Timmermans, de voorzet is goed en de kopbal is dan net iets minder. Dat sting opnieuw Siem van der Linde, maar hij maakt niets in het tweede. Hoed braakt opnieuw. Kunnen een shot komen. Oeh, Joris Schumann hem niet klem vast, maar genoeg om de bal te pareren. En zo blijft het dus heel lang 1-0 voor Zwamen. Kunnen Zwamen nog een keer eruit komen. Een balverlies door Tom van Brienen. En dat is gevaarlijk op eigen helft, want dan staat de tegenstander meteen voor de keeper. Daar is de kans. Nu dan, kappen draaien en het shot dat volgt niet. En nog net op tijd verdedigd door Dusty Cabalet. Opnieuw Lindeheuvel. Binnen doorgestoken bij Roel Ruiten. Hij moet alle zeilen bijzetten nu. En Koen Verkooijen van Zwamen kreeg een gele kaart. Terwijl Lindeheuvel een stuk feller is in deze fase van de wedstrijd. De vrije trap. Opnieuw niet klem vast de keeper. Maar opnieuw goed gepareerd. Voorzet. Weer die spitsen gezocht. Oeh, mooie vrije gespeeld. Maar het shot kreeg er dan niet goed op de voet. Dan gaat de bal neven. En zo zijn we een aantal gevaarlijke momenten in de wedstrijd. Echt hele grote kansen zijn het nog niet. Maar Lindeheuvel is nog zeker niet verslagen. Opnieuw de gast in de aanval. 1-2 is goed. Dokken met shot. En een prachtige redding van Joris Schumann. Wie lang hield ze dit nog vol? Lindeheuvel blief in balbezit. Daar werd Roel Ruiten eenvoudig goed gespeeld. Er komt een kans en daar is het doelpunt. De gelijkmaker van de gasten van Lindeheuvel. Ja, hij hong al een tietje in de log in deze fase van de wedstrijd. Zwamen komt er niet echt meer aan te pas. En dan is het alleen maar logisch dat de bal een keer in het net moet gaan. En dat gebeurt op deze manier. En dan is keeper Joris Schumann toch een keer verslagen. En dan staat het 1-1. En dat is een stand waar beide ploegen eigenlijk niet veel mee opschrijven. Maar het is nog niet gedaan. Wordt het nog erger voor Zwamen. Opnieuw Lindeheuvel in de aanval. De lange bal is heel mooi. Goed metgenomen, Dokken met shot aan. Oh, dat gaat over. Goeie aanval opnieuw van de gasten. En Zwamen door het oog van de Noord. Balverlies. Dat is slordig. Opnieuw de kans voor Lindeheuvel. Metgegeven. Daar is de spits opnieuw. En het stiftje, dat gaat over de goal. Dat was een enorme kans. Misschien wel de grootste van de wedstrijd. Maar dit keer geen doelpunt. En het blijft dus bij 1-1. Opnieuw Lindeheuvel. Zwamen helemaal de kluts kwijt nu. Komt er nog een winnende treffer aan. Goed verdedigd dit. Glenn Huibraaks was met druk gelopen. Hij voorkomt een doelpunt met die actie.
Ik heb eens een shotje aan. Dit was Dani Hoogmans volgens mij. De uitvizier niet helemaal goed, Sam. Aan de andere kant dan weer de gasten. En nu dan de counter. Kind waar we er een keer uitkomen. Goeie dribbel. Oh, dit is een overtreding. En dat is de nummer 5 van Lindeheuvel. En hij heeft al een gele kaart gehad. En dat betekent dat hij de tweede kaart kreeg. En dat betekent 2x geel is rood. Dan komt Lindeheuvel opeens met 10 man te staan. Met nog maar een paar minuten te spelen. En dat biedt natuurlijk nog wat ruimte voor Zwamen. Kan Zwamen ervan profiteren. Een man meer op het veld. Dat is een mooie kans. Toch komt Tobi Ouderdorp. Zit hem binnen. Oh, schiet de bal eigenlijk te strak in de korte hoek. En daardoor gaat er neven. Grote kans voor Zwamen op de winnende treffer. En het is nog niet gedaan. Zwamen rukt haar kans. Komt er nog een winnende treffer. De actie is van Roel Ruiten. Goed gedaan. Voorzet. Is ook goed. Kom achterin. Daar is het shot. Oh, en dat gaat over. Shot was van Dusty Cabalet. En dan klinkt het laatste eindsignaal. Zwamen pakken een puntje tegen Lindeheuvel. Waar ze er 3 nodig haaien. En zoals zo dug in het voetbal met een geliekspel. Komt ze natuurlijk niet veel verder. Ja, de eerste helft vond ik dat ding niet heel erg goed. Maar wel een stuk beter als de tweede. En voor ding wel een stuk beter als Lindeheuvel eerst zelf. Eindelijk ook verdiend. Het kans is gehad dat de bal net niet goed vult. Ja goed, dan gaan ze eindelijk rust in. En dan wist ze dat Lindeheuvel de tweede helft moet komen. En het probleem is gewoon even veel te ver voor een truc. En we hopen eigenlijk een beetje op onszelf af dat voor veel weg kan geven. Ja. En er komen gekensjes en ja goed, dan 1-1. En dan allemaal de kopjes een beetje omleeg, helaas. Ja. Alleen ja, dus is de nood als ze weer oppakt. En een beetje geluk, de tweede geel kaart. Dat ze met een man meer komt te staan. En dan kiezen ze nog dingen, een paar hele goede kansen. Zelf vond ik eigenlijk op het laatst. Wat ik ja, toch nog twijfelde om me af te geven of toch zelf. Ja, ja goed, als ze erin... Als ze maakt ze nog, dan is het feestvreugde. Ja, dan is het de winnende. Nu is het een puntje eigenlijk. Ja, 2 punten te weinig. Ja, we zitten er niks met op. We moeten nog een wedstrijd inhalen. En ja goed, we moeten gewoon punten halen nu. En het werd nog spannend genoeg onderin. Want iedereen pakt punten. Iedereen wint van iedereen. Dus nu gewoon wedstrijd voor wedstrijd kieken. Ja. En in ieder geval hopen dat we volgende week tegen MMC 3 punten pakken. Ja, een paar overwinningen heb je nog nodig. Ja, we hebben zeker overwinningen nodig. Het spel is de afgelopen weken is echt een stuk beter. Ook voor de winterstop, hoeveel het punten hebben gepakt. Ja, deze wedstrijd vandaag wordt voor jezelf niet echt best. Het wordt meer strijd en werkvoetbal dan echt mooi voetbal om te kijken, denk ik. Maar we moeten gewoon verder kijken naar de afgelopen weken, wat voor daar ben neergezet. En daarin proberen door te trekken. En dan komt het hopelijk nog wel goed. Wel succes ermee. Ja, dankjewel. Joep.